Soetemier voor 2-0. Twee Braziliaanse doelpunten voor de ploeg uit Breda. En Soetemier nu al voor de tweede keer geklopt. Dat is hier niet meer gewoon op de Nederlandse velden, maar het gebeurt wel. Spanning, Penders. Maar zij laat het balletje zo lekker gaan, zonder dat de balsnelheid nou erg hoog ligt. NEC hoeft geen eens op zijn top te spelen om Groningen dik te verslaan. Goedel. Groningen speelt natuurlijk wel goed. En dit is weer een uitstekend doelpunt, zeg. Sergio. Heerlijke blijdschap van die kleine Braziliaan. Wat een prachtige voorzet ook van Goedel. Lekker ingeknikt. 5-0 voor NEC. Prima buitenom gegaan door Veher. Goed voorgegeven. En Sergio met het doelpunt. Het doelpunt komt voor de helft op de naam van die rechtervleugelverdediger. De Braziliaan, die uitstekend in vorm is, maakt het af. Siemeren komt daar nog de gelijkmaker voor NEC. Nou, wanneer Schenning zo over de bal valt. Lijkt er nog wat te worden, maar Schultz te traag. En Hersi met de mogelijkheid. Vier aanvallers, twee verdedigers. Dit moet uit te spelen zijn. Sergio komt daar de genadeklap. Sergio kapt, speelt niet, maar schiet zelf en scoort. Het shirt gaat weer uit. De Braziliaan heeft weer gescoord. Hij leek het wat te omslachtig te gaan doen. Gaat voor eigen succes. En dat succes verdient hij, want hij is in bloedvorm. Sergio met de 3-1. Bobsen. Van de hoeven kwijt. Bobsen van Dieren tegenover zich. Schreuder. Bobsen nog een keer. Dubbele dekking. De bal moet naar de andere kant van het veld. Of zo. Sergio met de Braziliaanse actie en een Braziliaans doelpunt. Wat een goal. Wat een gemak. Prachtig gedaan. 19e minuut. NAC nu al op een 2-0 voorsprong. Schitterende individuele actie. Kijk eens hoe hij daar Dirks het bos in stuurt. Sergio Pacheco de Oliveira. Veer. Met Lulling nu, want bij Heerenveen voorin hebben Denneboom en Lulling van positie gewisseld. Sergio is ontsnapt. En Sergio doet het gewoon zelf. Ja, dat kon niet missen. Dit was de voorgeschiedenis, de paas van Veer. En als dan Sergio is ontsnapt aan de Nooier, heeft bij Heerenveen bijvoorbeeld Klomp veel te veel aandacht voor Cristiano om Sergio te kunnen stuiten. Cristiano verlengt. Sergio. Sergio, dit moet hem zijn. Dit is hem ook. En Sergio maakt het waar. Sergio loopt Fortes eruit. En zo is het de man achter de spitsen deze wedstrijd die scoort. Bediend door zijn maatje Cristiano. 1-0 door Sergio. Schreuder wijst naar Van Galen die te dichtbij komt. En Sergio doet het er maar. Weer zijn religieuze vredesboodschap. Maar Sergio beslist de wedstrijd in de blessuretijd van de wedstrijd. Maakt zo zijn basisplaats meer dan.